wil Zwarte Piet natuurlijk wel eens weten wat jullie allemaal van Sinterklaas en Zwarte Piet weten. Dus dit keer beginnen we met 9 raadsels over Sinterklaas en misschien wel over mezelf. Dus pak gauw een pen en papier, want daar gaan we. Vraag 1. Hij heeft veel grijze vlekken. Het is een edel dier. Hij is gek op hooi en wortels en hij kan over daken lopen. Over wie gaat het? Vraag 2. Dit voorwerp is rood van kleur. Er hangen linten aan. Hij wordt op hoofden gedragen en er staat een kruis op. Vraag 3. Hij is rond met veel plooien en hij is wit van kleur. Hij hoort bij een kleurig pak en er zit een zwart hoofd boven. Of met roetvegen natuurlijk, hè? Alleen mis ik hem vandaag volgens mij. Of hij ligt nog ergens in de schoorsteen. Vraag 4. Het is een stuk papier. Er worden wensen opgeschreven. 'S avonds gaat het in je schoen. En dan maar hopen dat je het krijgt. Vraag 5. Hij is vaak goudkleurig en comfortabel, bekleed met rode of paarse pluche. Hij is bestemd voor 1 persoon en bedoeld om op te zitten. Wat is het? Vraag 6. Hij geeft veel informatie. Piet draagt hem altijd voor de Sint. Hij is dik en zwaar en heeft een rode kaft. Vraag 7. Hij is lang en goudkleurig. In de top heeft hij een krul. Sint gebruikt hem bij het lopen. Zit hij te paard, dan geeft hij het aan Piet. Vraag 8. Het is hard, zoet en bruin van kleur. Als het warm wordt, dan smelt het. Je krijgt de vorm die vaak bij je past. Hij is alleen te koop rond Sinterklaas. En de laatste raadsel. Vraag 9. Hij geeft een hoop rook. Is een groot gevaarte. Hij blijft drijven op het water en is het vervoersmiddel van Sinterklaas. Wat moet dit zijn? Nou, ik ben benieuwd naar jullie antwoorden, dus die zie ik graag weer tegemoet.